Als je kiest voor de professionele bachelor verpleegkunde, dan kies je voor een sociaal, afwisselend en boeiend beroep. Een beroep dat veel meer inhoudt dan de meeste mensen denken. Tijdens je studies ontdek je een waaier aan mogelijkheden waaruit je als afgestudeerde zal kunnen kiezen. Alleen al in het ziekenhuis zijn de mogelijkheden uiteenlopend. Je kan kiezen tussen acuut technische diensten of begeleidende diensten. Enkele concrete voorbeelden: nierdialyse, radiologie, consultaties, dagkliniek, palliatieve zorg, spoed- en intensieve zorgen en nog veel meer. En ook naast het ziekenhuis heb je nog een breed werkveld. Bejaardenzorg en thuiszorg nemen toe in belang. Je kan aan de slag als sociaal verpleegkundige en werken rond thema's als kansarmoede, verslaving, kindermishandeling en misbruik. En ook in de psychiatrie zijn de mogelijkheden legio. Sindhu de Meerleer is afgestudeerd als psychiatrisch verpleegkundige en werkt nu in een kinderpsychiatrie als leefgroepbegeleidster. Psychiatrie is veel meer uittypen van een mens, is veel diepzinniger. Je ziet een mens als totaalbeeld. Wat mij het meest in aanspreekt is het spontane, de kinderen, de problematieken, het team waar ik in werk. Wij hebben een team met heel veel verschillende mensen, elk in mijn eigen vak. En dat maakt eigenlijk dat we een heel mooi totaalbeeldje krijgen van een kind. Als sociaal verpleegkundige kom je in aanraking met verschillende thema's en leer je die behandelen vanuit een contextueel denkkader. Voor al deze mogelijkheden is de vraag naar goede opgeleide verpleegkundigen groot. Als afgestudeerde krijg je meteen veel jobaanbiedingen in je bus. Waarom zou je dit boeiende beroep dan in Sint-Niklaas studeren? Studente Elena Sels vertelt waarom zij die keuze maakte. Omdat ik ook positieve dingen gehoord heb van studenten die al afgestudeerd zijn van deze school. Ook van mensen die al werken in ziekenhuis. Die waren heel positief en heel content. Ook omdat de professors en docenten en de dokters, die zijn heel open voor de studenten. Die zijn ook eerlijk tegen u en die zeggen ook waar je staat. Die begeleiden u heel goed ook voor stages en ook voor uw theorie.